Moandei te Joenal waard een vrouw trapjeer in de auto van het slachtoffer. Troch het verhoor met haar en troch recherchewerk had de politie nog een vrouw en twee malen aan haar kennen. De politie wilde net kwijt waar het familielid van het slachtoffer is. We zijn nu nog aan het onderzoeken wat precies de bijdrage, wat de rol is geweest van deze verdachte, maar ook de andere verdachten. Het gegeven dat een familielid mogelijk betrokken is bij deze zaak, maakt ook dat er waarschijnlijk gericht een overval is gepleegd op deze woning en op deze man. Het slachtoffer is er bot van waai. De man is gewond aan zijn hoofd. Dat zijn ernstige verwondingen. Nou, en hij is zeer aangeslagen door wat er gebeurd is. Ja. Het was een oudere man, alleenstaand en een beetje moeilijk te been. Dus eigenlijk een kwetsbaar slachtoffer. Zonder meer. En als je dan ook bedenkt dat een familielid een van de verdachten is, dat maakt dat deze zaak voor hem extra ernstig is. Het slachtoffer is intussen weer uit het ziekenhuis.